Stranden en duinen vormen een natuurlijke zeewering die beschermt tegen overstroming vanuit de zee. Maar wat nu als de zeespiegel blijft stijgen en de duinen blijven afbrokkelen? De focus op veiligheid heeft van dynamische duinen zanddijken gemaakt. We realiseren ons nu pas dat dit op termijn de veiligheid van kusten juist in gevaar kan brengen. Het verstuiven van zand is essentieel om duinen te laten meegroeien met de zeespiegelstijging en het zorgt tegelijkertijd voor een aantrekkelijk en dynamisch duinlandschap. Zanddijken belemmeren het inwaaien van zand in de achterliggende duinen. Hierdoor hoogt het gebied niet meer van nature op en wordt het steeds eentoniger door het sterk afnemen van het aantal plantensoorten. Wetenschappelijk onderzoek naar duinen is tot nu toe vooral gericht op de afslag door golven. Maar het herstel door de wind is minstens zo belangrijk. Ik onderzoek daarom het totaalbeeld, om van daaruit een voorspelmodel te ontwikkelen dat in zowel wetenschappelijke als toegepaste projecten kan worden gebruikt. Ik wil weten hoeveel zand van het strand de duinen inwaait en wanneer dat gebeurt. Daarom ga ik met een laser meten hoe nat het zand is, want hoe natter het zand, hoe meer het op zijn plek blijft liggen. Later gaan we met behulp van microfoontjes meten hoeveel zand er verstuift. Al deze onderzoeksgegevens passen we toe op een duingebied bij Bloemendaal, waar bewust op 5 plekken diepe sleuven door de duinen zijn gegraven. Hier kan de natuur zijn gang gaan, zodat er een veilig en tegelijkertijd dynamisch en natuurlijk duingebied ontstaat. Mijn naam is Gerber Rusink en ik ben geowetenschapper aan de Universiteit Utrecht.